we in Luxemburg bij de Sure. En we hebben echt, we zijn hier ik denk 2 uur op de eerste dag en we hebben nu al zoveel zeldzame dieren gevangen. Dit is mijn cuvette en hier zitten ze allemaal in. Alle vissen. Ik zal even goed laten zien. Dus je ziet heel veel. Ja, we hebben 3 soorten gevangen. En eentje daarvan is de zeldzaamste vis van Luxemburg. Dat is deze. De gestippelde alaver. En hier zie je ook de witte vinnen, waardoor je goed ziet dat het een inheemse grondel is. De uitheemse grondels hebben een zuignap. Dit is dus de gestippelde alaver. Dit zijn de etrissen. En die zijn in Nederland echt ongelooflijk zeldzaam. Maar hier is de aquariumakieten voorzichtig. Zodat we het goed kunnen laten zien met onze hand. Want beekdonderpad, ja, ik heb hem. Kijk, dit is de beekdonderpad. Is een inheemse grondelsoort. En dat zie je aan die, onderaan zijn buik, bij dit witte stuk, heeft hij 2 vinnen hier. En de uitheemse grondels, die hebben daar een zuignap. Dus daardoor weet ik dat het een beekdonderpad is. En dit is de zeldzaamste vis van heel Luxemburg, de gestippelde alaren. Kijk. En die hebben we hier nog nooit gevangen. Alleen, hij wordt zeker wel gevangen. Alleen, het is echt een hele zeldzame vis. En ook een hele snelle vis. En hier is de etris. Dat is een familie van de zalmen. En ja, die zitten hier gewoon overal. Ik zal even de cuvette weer vullen. Want de beekdonderpad, die moeten we nog even goed laten zien. Goed zo. En nog even de alaver. Ja. Nu gaan we alle dieren vrijlaten. Behalve ja, de 2 zeldzaamste. Ja, je ziet ze nog gewoon. Je ziet ze overal zwemmen. Nou, dit was de video. Vergeet niet te liken. En te abonneren hieronder. Later.